Dit is Madrid, 4 november 2018. We staan hier voor het Hotel Mayorazga. We zijn hier op de Gran Vía. Hier is de telefonica. Dit is het allerdrukste met de Sol samen. Is het het drukste metrostation van heel Madrid. En dat is dus nu gesloten. Oh, dus dat veroorzaakt en dan moet ook al een bepaald druk. Oh. Ja. Dat is de Gran Vía. Problemen met metro. Die metro? Eén van de 190 stations. Ik heb verschillende dingen besteld. En als je zegt van nou dat vind ik helemaal niks, dan moet je denken. Het is niet waar we tegenaan kijken. Hier zo direct aan de rechterkant. Dat is een kunstenaarssociëteit. Daar doen ze aan literatuur, aan poëzie, aan... Geld, John. Ja. Nee, dat zit meer daar hier links. Het Instituto Cervantes is hier. Ja, hierboven. Dus het heilige de heilige voor mij. Ja. Nou, we komen hier op de Plaza Cibeles. Dit is Madrid, Madrid. Prachtig. Prachtig plein. Straks gaan we onze panoramische tour doen. Dan ga ik u... Ja, die bruikt Napoleon allemaal mee uit Egypte. Ja. Heel mooi. Het instituut van Cervantes staat ook in de stijgers. Die staat daar op de hoek. Daar bij de ingang van de... Van de Gran Vía. Dus die staat schuin omhoog. Ja, dat is de Gran Vía. En van daaruit loop je dus naar ons hotel. De andere staat is de Calle de Alcalá. Die loopt van hier naar Alcalá de Henares. En bij die zuster zit, dat is die linkste van. Ja, nou dat is dus de Gran Vía. Dat is dus de straat waar ons hotel staat. De Alcalá, die komt uit op de Puerto del Sol. En dat is het geografisch middelpunt van Spanje. Oh, echt? Daar komt alles samen. Oh, waar is dat? Nou, aan het eind van de straat hier. Dus, en Kist, dus dat is ook aangegeven dat het middelpunt daar is? Nee, dat hebben we alleen heen geweiden. Geen punt geschilderd? Nee. Ja, dat weet ik niet. Zou moeten zien. Dat zou leuk zijn. Ja.
Ja, zie je leuk toch? Civel is het belangrijkste plein van Spanje. Niet. Dit. Ik dacht die andere. Nee, deze. Oh. Dit is het belangrijkste standbeeld van hier. Mensen gaan erin. Het is gebouwd in 1947. Oh, ja. 90 ingangen. Ja. 90. Ja. Ja. En het is heel bijzonder als je in dat stadion bent, dan is het binnen een kwartier zit het vol en in een kwartier is het weer leeg. Het is een heel goed voorbeeld. Een korte wedstrijd dan, joh. Vier ringen. Ja, goed, ja. Veel en veel en veel drukker. Dus blij dat we dat vandaag zo kunnen doen. Vlaggetjes erbij. Die waren net boven. Sinds 2011 huist de gemeente van Madrid hier in dit gebouw van Cibeles. In het paleis van telecommunicatie, dus ook het super. Gemeentehuis. Ja, ik heb wel 10 keer genomen, maar je moet maar kijken wat er goed is. Ja, okay. Bedankt, hier gaan we allemaal draadjes, dat is natuurlijk met de kerst een spectaculair gezicht. Dat zijn allemaal van die druppeltjes die naar beneden gaan. Oh, wat leuk. En dan komen we uit, dus eigenlijk jammer, op een van de meest iconische plekken van Madrid, de Puerta de Alcalá. Puerta is deur, Alcalá ligt die kant op. En, is een boog die gebouwd is ter ere van het 10-jarige jubileum van Karel de Derde. Oh, dus er staat ja, die Carlos, die kon er wat van hoor. 18e eeuw is ontworpen door Sabatini. Sabatini heeft ook die paleistuinen gedaan. Die zien jullie morgen een stukje van. En het was dus een souvenir, zeg maar, van het 10-jarige koningschap van Carlos de Derde. Ja, er staan nu geen bloemen, maar in het voorjaar is het hier prachtig, hè? Ja. Weet je nog, in juni was het heel mooi, hè? Toen bij de regering. Ik moest paspoorten doen. Ja, toen was het hier prachtig met alle bloemen. Puerta de Alcalá. Aquí vamos a la derecha. Oh, er staan nog meer. Er staan nog steeds mooie bloemen. Aan die kant. Het is natuurlijk heel druk. Op zondag, ja, is de dag dat de mensen op zondag hier naar het Retiropark gaan. Het park El Retiro met een omtrek van 1,4 vierkante kilometer. Zo, Jos. Het is een conflict of interest, maar goed, het is niet anders. Ik kreeg gisteren een mailtje. Zou u het leuk vinden om een eerste rondje weg te geven van de NCCS, van de club? En ik zei, ja, als ik dat weggeef, dan geniet ik er zelf ook van. Dus dat is belangrijkste. Als onze vorige voorzitter dat gehoord, dan krijg ik. Maar goed, we hebben toch maar ja gezegd. Dus, we zijn niet helemaal compleet. Oh? Maar voor degenen dan die er wel zijn. Ja. Ik hoop dat het een hartstikke mooie reis wordt. Ik bedoel, eigenlijk... Francis en Hank, die staan daar eigenlijk garant voor natuurlijk. Ja. Maar het is ook heel belangrijk dat wij als deelnemers ons uiterste best doen om gewoon vrolijk te blijven. Ook als het een keer misgaat, dan hebben we al Francis shit happens. Ja, dat kan gebeuren. Het gaat niet mis, ben jij maar. In Spanje zijn er altijd verrassingen. Hele leuke en dan ben ik niet. Maar dan houden we de boete gewoon in. En dan zou ik zeggen, allemaal welkom op deze trip. Ik hoop dat het een hartstikke leuke trip wordt. En dat we er nog veel mogen hebben en dat we er nog veel mogen krijgen. Ja. 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 Ja.